Ook zondag kwamen heel veel mensen bloemen brengen of een kaarsje branden. Op de plek waar zaterdag een 7-jarig meisje om het leven kwam bij een noodlottig verkeersongeluk. Het bestuur van de Leidse Centrummarkt stond zondagmiddag stil bij het vreselijke ongeluk. Ja, we leven mee met de mensen natuurlijk, die het allemaal meegemaakt hebben en gezien hebben met de ouders van het meisje. Het is gewoon vreselijk wat hier gebeurd is. Ja, het is een zwarte dag voor de stad Leiden natuurlijk. Niet alleen de bloemenzee groeit, ook de kritiek op de gemeente. Ja, we hebben al meerdere malen aangekaart aan de gemeente van dat de situatie hier te gevaarlijk is. Je ziet het bijvoorbeeld hoeveel mensen hier al lopen. De Steenstraat is een beetje een doorvoerroute. Normaal is het één richtingsverkeer. Nu is het aan twee kanten rijden de bussen natuurlijk. En dit moet er gebeuren. Er moet iets aan de veiligheid gedaan worden. Ja, de enige oplossing wat wij zien is gewoon snel terug naar de binnenstad, waar de markt al tig jaren veilig staat. Maar dat is aan de gemeente nu wat er aan de hand is. Hamza, de groenteboer, was als eerste aanwezig op de plek des onheils. Ik stond gisteren gewoon hier en ik hoorde een geschreeuw. Hamza, ik even helpen. Dus ik kijk achterom, zie ik een vrouw met een kind liggen. Zo'n bizar om te zien eigenlijk. Ik heb snel gedaan eigenlijk om mensen niet op YouTube te gaan zitten. Zulke dingen wil ik helemaal niet hebben. Heb ik mijn trui uitgedaan snel. Heb ik op die kind gezet, op de hoofd. En dat is echt bizar om te zien. Het is echt niet leuk. Het is één dag niet slapen dit. In ieder geval, de veiligheid is niet op de markt hier. Ze hebben ons hier gezet om de veiligheid op de markt hier te staan. Maar de Nieuwe Rijn is de veiligste plek. Om de oude mensen op auto te parkeren daar op Hoogvliet. Netjes voor de kinderen. Hier gaat gewoon niet. Straat van 5 meter breed. 2 bussen. Bakfietsen. Waar blijft de gemeente Leiden sleutel Leiden? Hier geen stoplichten. Geen zebrapaden hier. Mensen willen allemaal met kinderen naar school. En ze gaan oversteken naar de markt. Tussendoor stoppen mensen hier, of visje halen. Tussendoor laten ze auto parkeren hier. 2 mensen van de gemeente zitten in het midden van het plein. Die worden automatisch betaald door de gemeente. Die de hele dag niks doen daar. In plaats dat ze hier staan. Nee, ze willen daar kijken. Mensen pesten op 1,5 meter afstand. Maar 1,5 meter afstand bestaat nog steeds. Maar als je naar de cafés kijkt, is er geen 1,5 meter afstand. De kinderen hebben voorrang hier. Meneer burgemeester, kan je wat hier aan doen? Tientallen chauffeurs en medewerkers van Arriva hebben maandag aan het eind van de ochtend een eerbetoon gebracht aan Doris Karimzadeh. Het 7-jarige meisje dat zaterdagmiddag om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval op de Steenstraat. Ook de ouders van Doris waren vanmorgen naar de plek gekomen waar talloze mensen bloemen en boodschappen achterlaten. Terwijl de Arriva-medewerkers in kleine groepjes langs de gedenkplek liepen en bloemen neerlegden, stond de moeder van het omgekomen meisje op. Ik wil iets zeggen, zei ze in het Engels tegen de Arriva-medewerkers. I want to say something. Just listen to me. Just one moment. I want to talk, please. Please, I want to talk. It is okay, my daughter, man. You know why? Because Bord is not a good place. Because you are not taking care of children of Bord. Not you, all of us. Please, respect each other. Please, be kind to each other. Please, help each other. Please, take care of children in the Bord. De omgekomen Doris fietste zaterdag met haar ouders over de Steenstraat toen onverwachts het portier van een taxi openzwaaide. Het meisje week uit, viel en kwam onder een bus. Die chauffeur kon er ook niks aan doen, zegt een vriend van de getroffen familie. Hij reed heel langzaam. De ouders wilden vanmorgen graag nog iets zeggen. Een oproep doen. Zorg goed voor alle kinderen op de wereld. I don't know how to explain it. I think nobody can explain it. I think I'm asleep. I think everything is dream. Yeah, I don't know how to say it. I am Selda, mother of Doris. Still, I will be mother of Doris. My feeling is, please help all children of the world. Because if world was beautiful, my daughter never leave this world. World has enough place for every children. So please take care of every children.
Please be helpful and respectful to each other. My daughter message is this. I learned just love and respect to her. And I am still proud of her. I will be proud of her. Ik heb net eventjes gekeken bij een heel erg oud boek en daar zat een hele oude tomaat in. En Roxalie werkt bij Naturalis en die kan me daar meer over vertellen. Is dit nou de oudste tomaat? De oudste bewaarde tomaat. De oudste bewaarde tomaat, die heb ik net gezien. Ja, en die zit in een heel oud boek uit de 16e eeuw. En zo'n boek, daar zitten allemaal planten in en dat heet dan een herbarium. Oké. En daar kan je de oudste bewaarde tomaat in. En wat is er zo bijzonder aan een hele oude tomaat? Wat is er anders aan? Nou, om te beginnen, dat zal je vast opgevallen zijn, is die veel kleiner dan we ze nu kennen. Ja, de tomaat is ongeveer zeg maar zo vuistgroot. Ja, klopt, ja. Ja. Maar deze was meer zo. Was echt formaat cherry tomaat. Ja, precies. Maar dat is dan weer een andere soort. Dat is een andere soort. Ja, dus dat is niet een gewone tomaat. Dat is echt, als je de stamboom ziet van de tomaten, dan bungelt hij ergens verderop onderuit. Oké, en een gewone tomaat in de supermarkt, lijkt dat nog een beetje op deze hele oude oertomaat? Ja, hij is alleen groter en in Nederland vaak ook veel wateriger. Ja, ik heb wel eens gehoord dat ze het in Duitsland een waterbom noemen, die Nederlandse tomaat. Ja, wasserbombe. Ja, ja, ja. En deze, we kunnen hem niet proeven natuurlijk, maar die is smaakvol. Waarschijnlijk wel, ja, dat is moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk wel, ja. Oké, en hoe is die hier beland, weet je dat? Het is geen Nederlands herbarium, het is een Italiaans herbarium. Ja. Er is onderzoek naar dit herbarium gedaan en we weten nu dat het uit Italië komt. Het papier in het boek stamt uit 1555, dat hebben we kunnen zien aan het watermerk. Mm-hmm. En dat papier komt uit Bologna en dat is ook de locatie waar dit herbarium gemaakt is. Okay. Dus waarschijnlijk is deze tomaat in een Italiaanse tuin verzameld. Dus deze tomaat, van oorsprong komt die uit Italië dan? Ja, maar vrij snel na de introductie vanuit Zuid-Amerika. Hij komt uit Zuid-Amerika, zeg maar, eigenlijk. De tomaat wel. De tomaat komt uit Zuid-Amerika. Deze niet. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. Dat de tomaat helemaal niet, want je zei Italië, toen dacht ik, pomodori, Italiaanse tomatensaus en pizza's. Ja. Maar hij komt uit Zuid-Amerika. Komt uit Zuid-Amerika. Aha. En in rond 1540 is die geïntroduceerd in Europa. En dat begon dan in Italië? Spanje-Italië, die regio, en dan is het zo verspreid. Ja. Wanneer is die dan in Nederland voor het eerst gegeten? Weet je? Gegeten is moeilijk, maar vermoedelijk werd die al vrij snel na de introductie wel gegeten. Okay. Maar deze waarschijnlijk niet, want als je naar de naam kijkt die bij die tomatencollectie staat, staat er geschreven in een soort van Latijnse manier, staat er pomum amorum, dus liefdesappel. Mm-hmm. Dat is heel romantisch, maar waarschijnlijk niet iets om te eten. Oké, waar werd die dan voor gebruikt? Weet je dat niet? Waarschijnlijk voor de sier. Voor de sier. Ja. Een soort van rozen in je tuin, maar dan tomaten. Nou, het ziet er natuurlijk wel altijd leuk uit, zo'n tomaat. En wat kunnen we nou met deze oude tomaat? Want hij ligt hier nu mooi achter glas. Ja, daar is ook echt onderzoek naar gedaan. De DNA-technieken worden steeds beter. Dus er is echt ook DNA uitgehaald door een heel klein stukje van het blad te nemen. Uit dat oude boek is met een soort van pincet, zeg maar. Op een manier zodat je het niet ziet. Okay. Is er een stukje blad genomen, daar is DNA uitgehaald met de allernieuwste technieken. En zo hebben we kunnen kijken van hoeveel wijkt het af van wat we nu kennen. En zo de stamboom van alle tomaten in kaart kunnen brengen. En wijkt het erg af? Ja, wel. De tomaten zoals we die nu eten, die zijn heel erg ziekteresistent. Ja, heel sterk plant wel. Ja, heel erg sterk. Maar waarschijnlijk de smaak wel een stuk minder dan destijds. Ja.
Dus kunnen we dat nog uit dat DNA ook weer destilleren? Dat nee, we dan... nee, dat gaat niet. Dat kan maar, niet. We maar kunnen niet die mooie smaak weer even nee, niet op die manier. Zo werkt dat niet. Nee, jammer. Ja, dat is wel jammer. Ik dacht van een super lekkere 16-eeuwse tomaat eten, maar dat zit er niet. Maar je kunt natuurlijk wel kijken naar de varianten die wel zoveel mogelijk die eigenschappen hebben. En dan op die manier iets proberen. En lijkt een cherry tomaat er dan wel meer op of ook niet? Want die zijn natuurlijk kleiner en zoeter en zo. Ja, nee, geen maar ook idee. Niet. Nee. Ook niet. Oh, jammer. Nou, oké. Ik heb een hoop geleerd. Ik vond het heel erg leuk. Ik ga zo nog eventjes even terug om even in het... Nou, niet te bladeren, dat kan niet. Maar nog even te kijken hoe die erbij ligt. Nergens is het veld zo mooi beschermd als dit veld. Ze hebben wel losloopvelden, maar dat is vaak afgezet met een sloot of met iets anders. Wat dus de honden de vrijheid geeft om toch weg te lopen. En dat hebben we hier dus helemaal niet. 8 maanden na de officiële opening van het hondenspeelveld in Zoeterwoude-dorp is initiatiefnemer Paul Mooiman nog altijd erg enthousiast. Dagelijks vinden veel hondenbezitters uit het dorp en de regio hun weg naar het veld. Toch loopt niet alles zoals Mooiman zou willen. Van de 60 balletjes die we dus hier inmiddels hebben neergegooid, is dit nog het residu ervan. Een kapot gegeten balletje. En ja, ik vind het heel erg jammer dat de mensen daar geen zorg voor dragen. Dat als ze uitgespeeld zijn met de hond, eventjes een rondje om het veld te lopen. Om eventueel speelgoed waarmee ze gespeeld hebben, de balletjes, de gooiers zeg maar. Om die weer eventjes terug te brengen op de plek die we speciaal daarvoor ontworpen hebben. Kijk, dit zijn kuilen, ook hier zo. Dat is ondergraven onder het hekwerk door. Nou, u ziet daar, aan de overkant hebben we een manege. Daar hebben we strikte afspraken mee gemaakt dat wij dus de honden altijd in het hek willen houden. He, los tenminste, buiten het hek dienen ze nog aangelijnd te zijn. Was natuurlijk ja, het ondergraven het worden en de ontsnapte hond die in zijn ja, euforie van hier zo dit veld hier oversteekt en de paarden schrikken maakt, dan hebben we natuurlijk een hoop troubles. Want het is niet allemaal negatief dat goed bijgehouden wordt, gezien ook de vuilnisbak die goed vol zit met gebruikte zakjes. We zorgen ook dat er zakjes zijn, dus dat is ook een ding wat wij op ons hebben genomen, dat we zorgen dat er altijd schone vuilnisbakken zijn en voldoende poepzakjes om ook de mensen de gelegenheid te geven om het op te ruimen. Dat gaat naar mijn mening heel erg goed. Kenmerkend is wel dat de mensen ervan uitgaan dat het gemeentegrond is en dat is het ook inderdaad. Maar alle onderhoud, dus het schoonhouden van het veld, zorgt dat de speelgoed opgeruimd zit. De poep moet opgeruimd worden, schade aan het hek. Zorgen dat de mensen aan kunnen spreken, dat we dus, dat er dus honden zich gedragen tegenover andere honden en ook tegen mensen. Dat wordt nog wel eens vergeten dat dat niet van de gemeente is, want dat komt op onze hondenvereniging terecht. Ja, het mooiste zou zijn natuurlijk als de gemeente als een van de volgende daken het stadhuis gaat volleggen. Dan heb je een heel mooi voorbeeld. Of er echt zonnepanelen op het dak van het stadhuis komen te liggen is nog de vraag. Maar met het ondertekenen van de Green Deal belooft de wethouder Fleur Spijker en zonopleidervoorzitter Jeroen Schrama woensdag in ieder geval dat er op meer Leidse daken zonnepanelen komen. We gaan de komende periode, de komende 5 jaar, 5 daken beschikbaar stellen. En we hebben er nu al 1 hè, op de Arcade in Roomburg. En we gaan kijken, per jaar willen we daar 1 beschikbaar stellen. Beschikbaar stellen om zonnepanelen op te leggen dus. De ervaring is er al. Vooruitlopend op de Green Deal realiseerde Zonopleiden in 2018 panelen op het dak van sportzaal Houtkwartier. Ja, hier liggen 504 zonnepanelen op, verspreid over 2 daken. En die zonnepanelen zijn dus gefinancierd door bewoners uit Leiden. Trots laat Schrama de installatie zien die 67 huishoudens van groene stroom voorziet. Dit zijn de 5 omvormers van het dak. 2 voor de panelen die op het bovenste dak liggen. 3 voor degene die waar we zo meteen komen. En daar wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom. Hoeveel wordt er precies opgewekt? Nou ja, 128.000 kilowattuur. En het is het eerste jaar meer en dan neemt het langzaam wat af. Behalve natuurlijk als de zon een jaar heel goed schijnt, dan krijg je weer wat meer. Dus je weet niet helemaal zeker hoeveel je elk jaar opwekt. De duurzame panelen zijn vrijwel onderhoudsvrij. Ja, als je een beetje goed kijkt, zie je natuurlijk wel gewoon wat vogelenpoep. Meeuwen zijn wat dat betreft ook voor zonnepanelen een beetje een plaag.
Maar met een goede regenbui komt het wel weer goed. En we hebben een onderhoudscontract dat er één keer in het jaar een onderhoudsbeurt komt. En dan worden ze ook schoongemaakt en gekeken of de bedrading nog goed ligt. Gaan ze moeilijk kapot? Nee, ik ga er nu niet op dansen, maar nee, ze zijn vrij sterk. Dus niet echt kapot te krijgen. Waaraan moet een gebouw voldoen om in aanmerking te komen? Dat zijn panden die wel echt aan de eisen voldoen om ook zonopleiden te faciliteren. Hè. Dus sowieso moet het dak ook qua constructie goed genoeg zijn. Er moet een bepaald aantal, een bepaalde oppervlakte hebben. Nou ja, en dan kan je ook met elkaar besluiten dat het dak geschikt is. Zo'n gebouw staat in de wijk Roomburg. Ja, ons volgende dak zeg maar, wordt de arcade. En die hopen we vol te leggen met een kleine 200 panelen en dan rond de 70.000 kilowattuur wat we daar gaan opwekken. En daarna hopen we dat de Sumatrastraat de derde is. Dat is de nieuwe plaats. De huurders, daar zijn ook heel enthousiast. En wat we nog extra willen daar, die hem extra mooi maakt, is in samenwerking met de Stichting De Leidse Uitdaging. Dat wij een deel van het zonnepark reserveren voor hun. En dat zij ervoor zorgen dat door middel van vrijwilligerswerk mensen die laag op de sociaal-maatschappelijke ladder zijn, zonnepanelen kunnen verdienen en daardoor ook betrokken worden bij de energietransitie. En hoe ziet de toekomst eruit als de gebouwen uit deze Green Deal vol liggen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat er elke 5 jaar weer een nieuwe Green Deal komt die nog ambitieuzer is dan deze. Aan de wethouder zal het niet liggen. Mijn motto is op ieder dak een zonnepaneel. Ik denk eigenlijk dat dat nog te laag ingeschat is. Dat vind ik wel veel. Wel meer dan ik had verwacht. Iemands billen aantasten tot echt harde verkrachting. Dus de verhalen zijn heel uiteenlopend, maar overal aanwezig. De meeste studenten die aangeven dat ze verkracht zijn, zeggen dat ze de dader kennen. Bijvoorbeeld van een feestje of een date. Dat vind ik best wel heftig, dat het dus ook op dit soort situaties gebeurt. En niet alleen een man die uit een bosje komt, maar juist op plekken waar je denkt dat je best wel veilig bent. Ruim een kwart geeft aan slachtoffer te zijn geworden na alcohol of drugsgebruik. Misschien net iets te veel gedronken. En dat je dan toch dingen doet die niet gewaardeerd worden. Maar soms kom je er ook pas later achter dat iets eigenlijk heel erg tegen je zin was. Maar dat je op dat moment nog niet het zelfbewustzijn had om dat te erkennen op zo'n moment. En dan kan het echt jaren later pas opspelen. Dat heb ik ook omheen gezien. Universiteiten hebben vertrouwenspersonen in dienst bij wie melding kan worden gedaan van seksueel geweld. Maar slechts een enkele studenten doet dat ook. Dat je er een beetje voor schaamt, is dat je het ook niet graag met mensen wil delen. En ik denk dat dat ook best wel een groot probleem is. Misschien politie, maar ik weet niet of je daar zo snel naartoe zou durven. Van de ondervraagde mannen geeft 1% aan tijdens de studententijd verkracht te zijn. Achter mij hangt een bijzonder schilderij. Een opgedoken parel, kun je wel zeggen. Het hing jarenlang in een Belgisch kasteel. En nu wordt het hier in Leiden geveld. Nou, we zien een hele belangrijke scène uit de Leidse historie. Dus de dag na het Leidsontzet, 3 oktober. Er is ontzettend veel te zien op dit schilderij. We zien natuurlijk heel centraal zien we Willem van Oranje die de loopplak afkomt en daarbij geholpen wordt door een vazal. Daar zien we burgemeester Van der Werf, we zien het stadsbestuur. En rechtsvoor zien we een man die zojuist ter aarde is gestort met zijn hoofd op een brood. Dus dat heeft hem wel net op tijd bereikt. De vraag is in welke toestand verkeert deze man? Ja, zo heel af en toe dan doe je een ontdekking. En dit was op zichzelf vrij eenvoudig. Ik kwam via een e-mail binnen van een Belgische persoon die namens een familie een boedel moest liquideren, te gelden maken. En die is toen waarschijnlijk gaan googlen en vond een Leids veilinghuis in Leiden. En zo kwam hij bij ons terecht. Vervolgens heeft hij foto's gestuurd. En wij waren daar natuurlijk lichtelijk opgewonden over. En toen hebben wij standtepeden, hebben wij een busje gestuurd en de boel opgehaald. Wat denkt u dat het gaat opbrengen? We hebben het heel bescheiden ingeschat, 5.000 tot 8.000 euro. Maar gezien de monumentaalheid van het werk, de fijnheid, de stof en de gezichtsuitdrukkingen, de kwaliteit van het geschilderde, zou het natuurlijk eigenlijk wel enige tienduizenden euro's waard zijn. Maar wij hopen eigenlijk vooral eerst dat het zijn plek in Leiden krijgt. Er is belangstelling getoond vanuit de Lakenhal. Die komen dus kijken. Dus
als ze de hoogste bieder zijn, dan is het voor iedereen toegankelijk. Maar voor nu is het belangrijk dat tijdens de kijkdagen iedereen uit Leiden die deze belangrijke scène wil zien, dat die de gelegenheid krijgt van 12 tot en met 18 juni. Waar hoopt u dat het komt te hangen? Eerlijk gezegd in de Lakenhal. Er is wel iets, er hangt wel iets in die sfeer reeds in de Lakenhal. Maar ik denk dat dit een welkome aanvulling is op hun collectie. En het is niet voor niks dat ze direct contact hebben opgenomen zodra dit online stond.